Wereldkampioen, ik zeg je, dat is mijn lot. Ik doe het minimaal nog 10 keer en verdubbel de pot. Dat is een super grote hap. Ik teken niet meer zomaar, want ze hadden me genakt. Ik had het even nodig, want het heeft me nu gebracht. Een andere frequentie, ik ben niet meer wat ik was. En dit is niet bedacht. We pakken money. Ik ben de nummer 1. Ik blijf het nu behouden, je kan niet meer om me heen. Een gerespecteerde naam, ik ben al lang niet meer op games. Ze weten wie ik ben, TB Champway. Ja, met mij gaat het hartstikke goed. We zitten nu 1,5 week voor het gevecht en ik ben in bloedvorm. Voorbereiding gaat hartstikke goed. We zijn eigenlijk het kamp gestart, zijn we in Suriname. Vanwege het weer, lekker de warmte in. En we hadden toevallig ook 2 teamgenoten van mij moesten daar vechten. Dus zijn we daar, zeg maar, het kamp gestart. Daarna zijn we met Glory naar Marokko toe geweest en hebben we daar ook de trainingen voortgezet. En nu maken we hem in Nederland af. De voorbereiding is heel goed gegaan. Eigenlijk vanaf het begin al dat we wisten tegen wie hij zou moeten staan, heeft hij, zoals voor iedere wedstrijd, weer alles uit de kast getrokken om het beste uit zichzelf te halen. Voor de mensen die hem niet kennen, ik vecht tegen Kaito Ono. Kaito is een Japanse vechter, kampioen van RISE, is een organisatie waar Glory mee samenwerkt. Hij schijnt 18 wedstrijden ongeslagen te zijn. En ja, ik ga hem hier verwelkomen in Nederland en ik heb er zin in. Ik vind het een leuke jongen, aardig technische jongen ook. Hij kan wel gewoon leuk combineren en je ziet dat hij vaak wel op een counter scherp is. En dat hij die calf kicks in huis heeft, maar tegelijkertijd moet ik ook heel eerlijk zeggen dat ik vind dat Tijani toch een aantal stappen verder is dan hem. En daar heb ik het gewoon over conditioneel en ook technisch. Tijani is ook weer iets langer, heeft hij ook zijn voordeel in. Dus wat dat betreft verwacht ik niet heel veel problemen. Maar het zullen wel een aantal leuke rondes worden. Ja, ik heb natuurlijk wat beelden van Kaito bekeken. Is een technische vechter, technische Japanner. Wel een slimme vechter ook, dus hij kan ook wel het schaakspelletje, zeg maar, kan hij ook wel spelen. Maar ik ben toch wel een klasse apart in vergelijking met hem. Ik onderschat hem zeker niet. Ook voor de mensen die hem niet kennen, die moeten hem ook zeker niet onderschatten, want het is wel een jongen waar je gewoon scherp op moet zijn. En dit wordt wel een wedstrijd waarbij mensen een technisch hoogstandje gaan zien en waarbij ze op het puntje van hun stoel kunnen gaan zitten, want het wordt wel oorlog ook, ja. Ja, ik heb de wedstrijd tegen Stojan ook bekeken. Ik moet zeggen dat ik de uitslag inderdaad ook dubieus vond. Ja, dubieus eigenlijk niet. Ik vond eigenlijk dat Stojan gewoon de winnaar was, moet ik gewoon eerlijk zeggen. Maar je vecht in Japan en dan moet je eigenlijk gewoon je tegenstander eruit slaan en dan moet je hem gewoon knock-out slaan. En dan twijfelt niemand meer of je gewonnen hebt of niet, snap je? Maar ik vond wel dat Stojan deze wedstrijd gewoon had moeten winnen. En op papier heeft hij hem niet gewonnen, maar ik vind wel dat hij gewoon van Kaito gewonnen heeft. Zeg. Ik zeg altijd, I don't get paid overtime, zeg maar, snap je? Dus hoe sneller ik hem eruit kan halen, hoe beter. Dat hebben we gezien met Patch. De knockout kwam wanneer die kwam. En dat gaan we nu ook weer op deze manier doen. Ik heb zoveel ervaring op dit moment dat ik weet als vechter en als geen ander dat als je gaat loeren op een knockout, gaat die niet komen. Snap je? Je moet gewoon je spelletje spelen. Je moet gewoon je eigen spelletje spelen. Niet gek laten maken door niemand niet. En dan gaat de knockout vanzelf komen. En wanneer ik Kaito verslagen heb, dan is het tijd om mezelf uit te gaan dagen. Ik bedoel van, ik zit in deze sport voor mezelf en voor niemand anders. Snap je? En ik denk dat het dan tijd is om een volgende stap te nemen en mezelf uit te gaan dagen. Wat dat is, is op dit moment nog niet echt aan de orde. Omdat ik me eerst wil focussen op Kaito. En natuurlijk heb ik wel een idee in mijn hoofd wat de volgende stap kan zijn. Maar ik wil me voor nu wel focussen op Kaito. En alle focus ligt op Kaito en wat daarna komt, dat horen jullie sowieso vanzelf van. Ja. Kijk, ik weet nu
Tijani nu al een paar jaar samen met hem traint, dat hij heel erg ambitieus is. Maar niet alleen ambitieus, he really put in that work. Dus hij gaat er ook echt voor. Hij heeft een bepaalde visie waarin hij oprecht in gelooft en wij als team eigenlijk alle. Ja, dit is mijn laatste gevecht op mijn Glory contract. En daarna gaan we moeten kijken wat er gaat gebeuren en wat er in het verschiet ligt voor mij. Maar dit is zeg maar contractueel mijn laatste wedstrijd bij Gloria. Lightweight champion of the world, Tijani Bestari. MMA ligt zeg maar niet echt op mijn pad. Maar ik heb wel echt een ontzettende grote liefde voor boksen. En dat is wel iets wat mij triggert. Dat is wel iets wat mij triggert en wat mij hongerig maakt, zeg maar. Ja. Ik zal je zeggen dat wij hier ook inderdaad al over gesproken hebben. En dat is ook eigenlijk iets wat ook wel lichtjes aan hem knaagt. Daarnaast heeft hij ook al heel wat leuke contacten opgedaan in het boksen. Dus wie weet dat daar misschien de overstap naartoe wilt gaan. Of wie weet wat jij zegt naar een gewichtsklasse hoger. Want ook daar hebben we al een klein beetje over gestoeid. En ook dat sluiten we echt niet uit. Ik persoonlijk, ik denk zelf dat hij het vanwege zijn lengte die jongens heel erg lastig kan gaan maken in die 77 klasse. Dat zou de beste optie zijn en het zou de beste mogelijkheid zijn om ze allebei te kunnen beoefenen. Maar als ik zeg maar bij Glory mijn kickboxcarrière zeg maar voortzet en ook daarnaast wil gaan boksen, Glory ook daarin mee willen werken. En dat is iets waar we het nog over moeten gaan hebben als ik die stap ga nemen. En maar in mijn ogen is dat wel iets wat me echt triggert. Mijn intentie is er wel om eruit te komen met Glory. Maar we moeten natuurlijk gaan kijken hoe dat verloopt. Ik bedoel, het is ook de andere keerzijde van de sport. En dat is wat het is. Ik zeg altijd, Tijani is een jongen dat waar hij zijn mind naartoe zet, dat is hetgene waar hij ook echt volledig voor gaat. En wat 9 van de 10 keer ook echt een mooi resultaat naar zich toe brengt. Dus, of het nou een toernooi is of een losse partij, ik ben ervan overtuigd, hij kan alles.